maar dat feest gaat niet door. Wouters en Jonk in de formatie. En dat gaat ten koste van de mogelijkheden van de jonge Sende, die nu weer moet toekijken en hopen op een invalbeurt. Daar waar voorin Heikelkamp en Nielis het werk zullen moeten doen. En op de flanken Fink en Cocu verschijnen. Fink met Bogarde die hem opzoekt. Ook daar al. Stam. Fink. Heikelkamp. Hier komt Nielis. Daar gaat Nielis. Daar is buitenspel geconstateerd voor Wouters. Jonk, Valks. Heikelkamp. De Boer. Kluivert blind. Heeft ze nog niet zo lekker kunnen aanbieden. Krijgt tegelijkertijd een tikkie van Wouters om even aan te geven hoe de wetten hier liggen. Van der Weerde aarzelt. En Stam ook. En daarna kwam hij met de borst vooruit. Dat loopt goed af. Aarzeling bij Van der Weerde. Dan moet hij wel gaan. En Stam is groot en breed en sterk en Hoekstra zeurt er niet over. Heikelkamp moet kunnen. Aannemen mag. Haken van Hoekstra niet. 5 trap van Jonk. Nou, dat Hoekstra, Heikelkamp haakt hij. Daar komt Heikelkamp. Over. Groteboer zegt kom op. Paas, de uittrap niet voldoende. Davids. Davids, prachtig tot dusverre. Kanu. Hoekstra. Bogarde schrikt. Kanu, dat is prachtig. Schitterend zoals hij dacht. Vierde de George. Kluivert Bogarde. Overtreding Hoekstra. En een gele kaart voor Hoekstra hier. Door die toch wat ongelukkige botsing. Alleen. Blijft een lastig hoek natuurlijk om uit de raak te schieten. Van der Weerde heeft een aardige ingooi. Het is een ingooi in de 38e minuut van deze eerste helft. Bogarde is de grootste man. Kluivert. Kanu. Goed werk van Wouters. Nu Heikelkamp. Daar komt Nielis. Zo'n kans Nielis. Ja, als je zo'n kans geeft aan Nielis, die vergeefs op zoek is geweest naar ook maar één mogelijkheid tot dusverre, dan krijg je een treffer tegen. Heikelkamp. En dan is de chaos al compleet en Nielis krijgt eindelijk de bal eens een keertje lekker. En zo is het 1-0 voor PSV. Het ging al wat eerder fout daar bij Ajax. En zo staan er ineens diverse mensen van Ajax op verkeerde benen. Krijgt Nielis de bal en zorgt hij voor het behendig uitspelen van die mogelijkheid. De helft PSV heeft in die tweede helft heel snel moeten besluiten tot een wissel. Heikelkamp eruit, Koetjenson erin. De Boer, de andere De Boer, Ronald. Hoekstra. Nu komt Bogarde, die wordt wel wat geduwd. Reiziger. Kennedy George. En Bogarde. Oh. Reiziger, Ronald de Boer. Kluivert. Ronald de Boer ligt ineens omdat hij tegen Numan opliep. Hoekstra. Aan die kant vanwege het feit dat Vinnie George net een hoekschop nam. Aan de andere kant. Numan pikt nu Hoekstra weer op. Dat de combinatie wordt weggehaald. De Boer. Bogarde.
Nu gaat Van der Ende naar Numan toe om te zeggen van twee keer iemand om verkegelen. Dat is een beetje te veel van het goede vriend. Ik heb het wel gezien. Philippe de George. Ronald de Boer. Canu. De Boer. Hens, zegt de Boer. Ja, die stond er bovenop. En de scheidsrechter keek op de rug van. Maar heeft het wel gezien. Met links Hoekstra. Wouters. Davids. Valks. Hoekstra. Ja, die zit erin. Omdat die bal van richting wordt veranderd, is Waterreus ineens kansloos in de zevende minuut van de tweede helft. In een periode waarin PSV ook wel erg achteruit leunt al. Zo gaat het dan. En dan heeft Waterreus geen kans meer op die doellijn. Davids. Valks haalt nog wel wat weg. Maar alles staat in het strafschopgebied en dan is dat ziedend hard en van richting veranderd, dit schot. 1-1. Uitgerekend Hoekstra. Wouters. Wouters moet hard lopen, anders is het een hoekschop. Dit. Valks denkt waar moet ik heen. Numan geeft dan aan Canu. Hoekstra. Philippe George. Krijt. Wouters. Stam. Goed Johnson. Ingooi van Bogarde. Stam. Die lapt de tactiek aan zijn laars en denkt van ik ga eens een keertje op avontuur. Want anders gebeurt er niet wat. Nee, hij blijft toch weer in zijn functie spelen. Valks. In de tweede helft heeft Ajax de zaken heel erg behoorlijk onder controle. Reiziger, Davids. Als Cocu eraan kwam, had Wouters geen kans. Blind. Ga jij maar lopen, zo schijnt zijn opdracht geweest te zijn. En loopt die Vink maar weg. Dat is vele malen gebeurd. Bogarde. Canu. Blind. De Boer hier. En zijn broer. Canu. Daar komt Hoekstra. En Waterreus. Vier, vijf PSV'ers daar in die hoek. En nu Wouters. Ja, er is een mannetje tekort op het middenveld. En Stam denkt dan, ja en ik. En Valks gaat nu denken, en ik. Cocu. Zenden. Nieuws draaf maar en draaf maar en heeft altijd Davids bij zich. Dat is een cadeautje. Wat een raar cadeautje is dat van Kluivert. Maar Niels krijgt deze kans niet in een doelpunt vertaald. Kluivert geeft dit nou aan Niels. En Van der Sar is er heel goed bij. Hoekschop. De opwinding was broodnodig. Niels. Verkeerde effect. Kluivert zwaait naar de bank en zegt dat het niet meer zal gebeuren. Althans vandaag zeker niet. Geen risico! Stam. Goed Johnson. Cocu. Niels. Cocu. Davids blijft stil. Passeert ook Van der Sar, die eruit is gekomen.
Sender moet nu opschieten. Want Van der Sar was op weg terug naar het doel. Sender. David. Of Reiziger moet hier omspeeld worden. David staat altijd maar weer bij Niels. En Van der Weerde laat zich eindelijk zien, maar blesseert zich. Daarvoor bij Bogarde. Senden het persoonlijke duel en de winst. Reiziger trekt wat weg. En daar komt Van der Weerden achterin. Met Bogarde. En vliegt door de lucht. Wouters. Dat ziet Kanu. Vind je die George? Dat zag Kanu. Senden. Dat is een goede paas. En dat is een straf. Nee, zegt Van der Ende. Nou Van der Ende. Hier had je toch wel degelijk naar de stip waarschijnlijk kunnen wijzen. Op het moment dat Senden in de tang wordt genomen op een heerlijke paas. Een heerlijke paas van Cocu. Senden. Davis was even weg en gooit hier het gat dicht. En daar trekt iedereen aan Senden die maar in de buurt was van Ajax. Met name Davids doet dat. En Ajax mag heel erg gelukkig zijn met deze scheidsrechter die niet zegt van bal op de stip. In de 77e minuut. Gefluit begeleid Peter Hoekstra, die bovendien wordt tegengehouden door Ronald de Boer op het moment dat hij keihard naar de zijlijn loopt. Doe nou langzaamaan, zegt de Boer. Win tijd in deze wedstrijd, zeker op zo'n moment als hier. Liedmanen is zijn vervanger voor de resterende 12 minuten. Ingooi van Senden. Stam. Nielis! Het tweede momentje wat Nielis dus kreeg nu. De bal ploft op de rug van Cocu. Stam gaat verder en Nielis schiet over. Nog slechts even. Paalplaats vervangt de geblesseerde Van der Weerde. In de laatste minuut van de officiële speeltijd. Wouter, Vinnie George. Valks. Waterreus krijgt bezoek. Nielis. Kutjonsson op rechts komt. Nielis, hier is Kutjonsson, daar is Reiziger. En zo houdt Ajax de zaak droog in die slotfase. Numan. Bal dreigt achter te lopen. Loopt niet achter omdat Kutjonsson al buitenspel stond. Davids. De Boer. Kluivert. En dan zegt Van der Ende, deze wedstrijd is afgelopen. Eindstand 1-1. Ajax houdt PSV aan banden. En opmerkelijk in deze wedstrijd de rol van Edgar Davids. Hij gaf Nielis één keer de ruimte in de eerste helft toen het even fout ging bij Ajax achterin. Toen scoorde Nielis en verder bond Davids Nielis volledig aan zich.